In de voorjaarsvakantie was erg geslaagd. We zijn met heel veel energie aan de slag gegaan. De studenten hebben keihard gewerkt. Het zijn lange dagen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en iedereen bleef erg betrokken. Fantastisch om zoveel enthousiaste mensen bij elkaar te zien. Ook als organisator ben je natuurlijk altijd benieuwd of zo'n evenement aanslaat. He, of je alle mensen, docenten, deelnemers, maar ook de mensen achter de schermen, allemaal bij elkaar krijgt en laat doen wat je in je hoofd hebt. Om het bedrijfsleven te laten zien wat studenten kunnen, waar ze toe in staat zijn. En het is ook belangrijk voor de studenten om zichzelf te kunnen laten zien aan het bedrijfsleven, omdat ze daar tijdens hun studie soms niet altijd de tijd voor hebben of de gelegenheid voor krijgen. Ja, vanuit de doelstellingen van HBO in de Haven, dat is natuurlijk het programma achter Pressure Cooker, maar ook de doelstellingen van Proeftuin Maritieme Innovatie, willen wij gewoon meer mensen interesseren voor banen, voor het hoger onderwijs, voor mensen die hoog opgeleid zijn, voor de banen die in de sector beschikbaar zijn. Er zijn tot nu toe een aantal eindproducten ontstaan die wel verrassend zijn gebleken. En wij hopen dat de vragen die vandaag gedestilleerd zijn, dat die nog verder worden opgepakt en dat daar nog meer uitkomt. Ja, ik vind echt weer hele frisse, leuke ideeën uitgekomen. LNG-maals, iedereen kent natuurlijk de vliegmijlen van KLM. Maar LNG-maals is een manier om die sector, de transportsector, over te krijgen op een nieuwe soort van brandstof. Ook Ports and People, die met containers de stad in willen om die haven te gaan verkopen, de haven naar de mensen brengen. Vind ik leuk. Ook de technische cases, zoals van Technology and Commerce. Kijk dus naar de ship lifecycle pas daar dus vernieuwende concepten op toe. Ik kan doorgaan. Ik vind eigenlijk alle teams gewoon geweldig dat ze het geweldig gedaan hebben.